worden heel wat klappen uitgedeeld in de Maassilo. En dat allemaal voor deze kleine meid, Sarah. En vond het heel erg mooi om hier te laten zien dat mensen hun spieren kunnen inzetten voor kleine kinderen die dat helaas niet kunnen. NDC1A is een zeldzame spierziekte waar geen behandeling voor is. Sarah zal waarschijnlijk nooit kunnen staan of lopen. De spierziekte uit zich vooral in spierslapte. Dus zij heeft een algehele spierslapte, waardoor zij heel veel dingen die voor gezonde mensen normaal zijn, voor haar niet mogelijk zijn. Raymond van Stijn weet wat de ouders van Sarah doormaken. Zijn dochtertje Jane van anderhalf leidt aan dezelfde spierziekte. Het is heel erg belangrijk om te sporten en bewegen. En mijn dochter kan dat een stuk minder. En wij hopen met onderzoek dat ze daar wat aan kunnen veranderen. Ze is echt heel vrolijk. Ze is echt zo'n heerlijk meisje. En als je onzagrijnig bent, dan moet je bij Jane langs gaan. Want dan word je gelijk vrolijk. Ja, het is echt een vechtertje. En dan wordt het tijd om het bedrag bekend te maken. 4.380 euro. Wat gingen die mensen hier allemaal doen vandaag? En dansen. Dansen en een beetje boksen, hè? Wij zijn ontzettend dankbaar dat die honderden mensen die wij helemaal niet kennen zoveel voor ons willen doen. He, dus voor ons, voor de stichting, voor de kinderen die dat niet kunnen. En dat vind ik wel echt, dat is wel heel mooi om te zien. Dankjewel. Super, ik ben echt ontzettend dankbaar.